Welkom bij Boerenbusiness Feiten. Aan de oorlog in Oekraïne lijkt voorlopig nog helaas geen eind te komen. Behalve humanitaire gevolgen heeft dat ook invloed op de handel. En we zoomen in op de in- en uitvoer van voeding van en naar Oekraïne en Rusland. En dat doen we met Cor Pierik, hoofdlandbouw bij het CBS. Welkom Cor. Ja, dankjewel. Ja, als je kijkt naar de rol die de export van producten speelt in de Nederlandse economie van deze beide landen. Ja. Wat zie je dan de laatste jaren? Nou goed, als we eerst eens even naar de Oekraïne kijken, zeg maar, dan zien we dat de Oekraïne voor Nederland een steeds belangrijker importland wordt. En dat is vooral een importland van landbouwproducten ook. We hebben in een vorige uitzending al geroepen dat de Oekraïne inmiddels het tiende importland is van landbouwproducten. En dat zien we in die cijfers ook heel erg duidelijk terug. In 2012 werd er nog voor 600 miljoen euro aan producten geïmporteerd vanuit de Oekraïne. En inmiddels is dat ruim 1,2 miljard. Dus er is een verdubbeling van de importwaarde vanuit de Oekraïne als het gaat om de invoer van Nederlandse producten vanuit Oekraïne. Ja. En als we kijken naar de uitvoer van die producten, dan zagen we in de eerste instantie dat van 2012 tot 2015 die uitvoerwaarde nogal wat daalde. Maar de laatste jaren trekt dat weer aardig aan. Het daalde van 1,2 miljard naar zo'n 600 miljoen. En inmiddels is het weer terug op het niveau van 1,2 miljard. En wat zijn nou de producten die Nederland het meest exporteert naar Oekraïne? Ja, als we kijken naar het exportpakket van de producten vanuit Nederland, dan is dat eigenlijk een heel breed beeld. We exporteren heel veel verschillende producten naar de Oekraïne. Maar dan moet je vooral denken aan machines, apparaten, maar ook wel wat bloemen. Maar er gaat ook wat groente en fruit naar de Oekraïne. Koffie en thee, machinale en farmaceutische producten. Het is eigenlijk een heel breed scala aan producten die kant op gaat. Ja, Oekraïne wordt ook wel samen met Rusland de graanschuur van Europa genoemd. Hoeveel graan importeren wij uit Oekraïne? Ja, we importeren voor zo'n 550 miljoen euro aan graan vanuit de Oekraïne. En dat is echt een substantieel deel. 11% van alle graan die we in Nederland importeren komt uit de Oekraïne. Dus het wordt, voor Nederland is het ook wel met recht de graanschuur. Ook niet zo verbazingwekkend, want de Oekraïne is 15 keer groter dan in Nederland. En er is natuurlijk heel veel ruimte om graan te verbouwen. Maar we importeren ook heel veel zonnebloemzaden bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook een heel belangrijk importproduct vanuit de Oekraïne voor de Nederlandse markt. Eigenlijk is het zo dat je, als je kijkt naar de graan, dan is het ongeveer 26% van het totale importpakket. En de zonnebloemzaden, dat is 31%. Dan hebben we eigenlijk de belangrijkste te pakken. Maar we importeren ook koolzaad vanuit de Oekraïne. We importeren ook wat vlees uit de Oekraïne. En er zijn nog wat andere kleinere producten. Ook wat mais voor veevoer. Maar dan hebben we het echt over importwaardes van rond de 20, 30 miljoen euro. De grootste klapper is echt het graan. En als je kijkt naar Rusland, hoe zit het dan met de in- en uitvoer? Ja, eigenlijk hebben we als het gaat om de import van producten uit Rusland een vrij eenzijdige importrelatie, zou je kunnen zeggen. 18,6 miljard euro komt er aan producten uit Rusland de Nederlandse markt op. En dat is voor 90% is dat aardolie en aardgas, dus dat zijn de fossiele brandstoffen. En voor de rest zijn er nog heel veel kleine andere producten die dan het plaatje compleet maken. Als het gaat om de export van producten naar Rusland, dan zien we dat we ook heel veel machines en apparaten en dergelijke, ook wel kassen en dergelijke, voor de glasnijbouw, dat exporteren we veel naar Rusland. Dat is zo'n 40% van het totale exportpakket. In totaal exporteren we voor zo'n 6,6 miljard euro naar Rusland. Dus we importeren veel meer. Hè, want we importeren inderdaad 18 miljard en we exporteren van 6,6 miljard euro. Dus we hebben wat dat betreft een negatief handelsbalans met Rusland, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat wel vooral om machines, ook medicinale producten, farmaceutische producten. Exporteren we vrij veel naar Rusland. En ook bloemen. De bloemenexport is ook wel een. Maar dan hebben we het ongeveer over zo'n 6-7% van het totale exportpakket wat uit bloemen bestaat. Dus het is een belangrijk product voor de Nederlandse landbouwexport naar Rusland. Maar het is in vergelijking met alle andere producten die we die kant op brengen, is het eigenlijk nog redelijk beperkt. En als we voorlopig nou niks met geen handel met deze landen kunnen drijven, wat raakt ons dan het meest? Nou ja, goed, dat zien we eigenlijk nu al een beetje op de huidige markten gebeuren. Hè? Dat de gasprijs omhoog gaat. Hè? Want dan moet, het heeft impact op de gasprijs. Het heeft impact op de brandstofprijs.
Maar dat heeft vooral te maken met de Russische markt. Als we kijken naar de Oekraïnse markt, dan zullen we toch vooral het gaan merken als er geen graan meer uit de Oekraïne komt, geen zonbloemzaden meer uit de Oekraïne komen, geen koolzaad meer uit de Oekraïne komt. Ja, dan zullen we dat toch uit andere landen moeten halen. En dat heeft natuurlijk ook effect op de hele mondiale markten. Hè. Dus die prijsvorming die zal ook gaan veranderen. Dankjewel voor de toelichting op de cijfers. Dit was Boerenbusiness Feiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.